Snel! En dan is het belangrijk om gewoon te luisteren. Dan geef ik nu het woord aan. Ik schors de vergadering. Ik verzoek... Kiezen voor debatten met de woordvoerders van VWS in de week na volgende week. We gaan de fracties over, niet de Kamer. Goed, maar ik denk dat iedereen daarop heeft gereageerd en gezegd wat daarover te zeggen valt. Ik zie u twijfelen. U wilt wat zeggen. Ik schors de vergadering. Het is een belangrijke dag vandaag, voorzitter. Het is een belangrijke dag voor al die ouders die al jarenlang zich afvragen wat ze fout hebben gedaan. Niet erachter komen waarom ze als fraudeur bestempeld zijn en gigantische bedragen moeten terugbetalen. Wellicht hebben ze het gedaan binnen 2 jaar door te lenen bij vrienden en familie. Wellicht zitten ze al jarenlang onder loonbeslag en kunnen ze hun kinderen niet geven wat ze nodig hebben. 7 minuten is in deze zaal altijd erg lang voor een Kamerdebat als het geen wetgeving betreft. Maar 7 minuten is niets op een mensenleven wat kapot is gemaakt door de beslissingen van de Belastingdienst. En de staatssecretaris zei heel deemoedig: ik kan het nooit goed maken. Dat kan niet. Maar ik kan er wel voor zorgen dat we nu in 1 keer schoon schip maken. En ik wil dat de staatssecretaris dat vandaag doet. Anders hebben we een groot probleem. 7 minuten is niets voor mensen die hebben gezien dat hun kinderen de jeugd is ontnomen. Relaties geëindigd, gedwongen verhuisd, geen carrières, depressies. Ieder verhaal, voorzitter, wat bij mijn meldpunt is binnengekomen, of wat onder die CAF 11 valt, of weet ik veel onder wat voor Kafka-teams, is een schandaal. Die erkenning moeten al die ouders vandaag krijgen. De overheid hoort mensen te beschermen. Dat is hier niet gebeurd. Het gaat niet om honderden mensen, het gaat om duizenden mensen, misschien wel om tienduizenden mensen. En ik vraag de staatssecretaris welke politieke verantwoordelijkheid hij vindt dat hierbij hoort. Dank u wel, mevrouw Leijten. Dan geef ik nu... Ik had het aan het begin moeten zeggen, maar het is echt niet de bedoeling dat u op welke manier dan ook uw goedkeuring of afkeuring laat blijken. En ik weet dat dat heel moeilijk is met zo'n onderwerp. Ja, natuurlijk raakt het u. Dat heb ik ook gevolgd. Maar het is echt nu zaak dat de volksvertegenwoordigers zijn nu aan zet. En dan is het belangrijk om gewoon te luisteren. Dan geef ik nu het woord aan de heer Nijboer namens de PvdA. Dat die niet inzichtelijk gemaakt worden in die begroting, die bijlage van de begroting van sociale zaken. En we hebben al keer op keer gevraagd, ook aan de staatssecretaris van VWS, om die... Oh, God! Ging rakelings langs. Ik schors de vergadering enkele ogenblikken. Even bijkomen. Er ligt... Minister, wij willen eigenlijk even 10 minuten om het goed kunnen opruimen voordat u verder gaat. Want het is, dit vinden we toch niet prettig om zo verder te vergaderen. Dus 10 minuten schorsen en dan hebben we het goed opgeruimd en dan gaan we weer verder. Overwegende dat het ter voorkoming van vermenging van onderwereld en bovenwereld wenselijk is... dat ondernemers in staat worden gesteld om vooraf te laten toetsen door een overheidsinstantie of de persoon... Snel!
Schors de vergadering. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De apparaten, de beademingsapparatuur, dat die minister alles moet doen om te zorgen dat er voldoende is. Mijn vraag aan hem is, weet hij wanneer het, hoeveel is voldoende? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is... Ik schors de vergadering. Uit de buurt. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Eerst beginnen met te melden dat het goed gaat met de minister voor Medische Zorg. Hij voelde zich onwel, maar gelukkig zit hij nu thuis om een beetje bij te komen. En de minister-president wilde daar iets over zeggen. Eigenlijk niet meer, voorzitter, dan dat ook zeggen. En misschien zijn eigen tweet voorlezen die ik wel mooi vond. Hij schrijft op Twitter, dank voor al jullie steun voor zojuist. Ik had last van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken. Inmiddels gaat het weer beter. Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan om de coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden. Ik dacht, lees hem toch even voor. Maar ook hier zou ik zeggen, dit is een relevant onderwerp. Maar ik zal het in ieder geval ook betrekken bij het gesprek wat ik voer met gemeenten naar aanleiding van de eerste evaluatie aan het begin van aankomend jaar. Dank u wel. Dan ga... Nee, meneer. U mag niet vanuit de publieke tribune iets roepen. Dank u wel. Ik... ...euro per jaar weg te gooien door 20 megaton het CO2 op de grond te stoppen. Meneer... Ja. Ja. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Meneer Dijkgraaf. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De minister kennende, hij heeft een nette procedurele redenering die ook klopt. Maar ik hoor... Ik verzoek de leden op de... Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Ik schors de vergadering. Ik verzoek de mensen op de publieke tribune om zich te onthouden van geluiden van in- en afstemming. Als u dit weer doet, dan ben ik genoodzaakt om de publieke tribune te ontruimen. Dat zou ik heel erg vinden. Dat zou ik heel erg vinden. Maar ik ben wel bereid om te doen. Dus ik hoop dat we met elkaar de waardigheid die we er eerder op deze dag hadden, ook kunnen voortzetten. Meneer Dijkgraaf, gaat uw gang. Mijn vraag was, de minister benadert het procedureel en dat hoort ook zo. Die geldt voor alle hier gevestigde partijen. Meneer, wilt u daarmee ophouden? Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Dat betekent dat je elkaar moet aanspreken. En dat is precies wat we ook doen in de relaties met de landen. In het ministerieel overleg wat wij bijvoorbeeld hebben met minister-president van Sint Maarten en de minister van Justitie. Ik wil mensen op het publieke tribune verzoeken zich niet met het debat te bemoeien. Gaat u verder, staatssecretaris. Ik had al de indruk dat ik iemand probeerde mij te interrumperen, maar ik kon niet verstaan wat er gezegd werd. Maar niet van de juiste plaats. Nee.
Dus wat we doen is in samenspraak met de landen komen tot verbetermaatregelen. En dat vraagt van beide kanten inspanning. Ik schors de vergadering voor een enkel ogenblik. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Dat hij niet geplaatst zou worden, omdat zijn medisch dossier misschien te zwaar was. Hij misschien geweigerd zou worden. Ik wil van de minister weten, heeft dat een rol gespeeld? Voorzitter, het spijt me heel erg. Ik moet heel even schorsen, want ik merk dat ik duizelig word. Dan schorsen we nu even voor enkele ogenblikken. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Verworpen, 24. Voilà. Nee. Schors de vergadering voor enkele ogenblikken. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Met de stemmingen. We zijn toegekomen, meneer Van Raan, nummer 24. Van Raan over wetenschappelijke bureaus vragen integrale beleidsopties te ontwikkelen. Wie is voor deze motie? GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, Partij voor de Dieren, DENK. Verworpen. Dan gaan we naar 25, Van Rooyen over benoemen van een tweede staatssecretaris van Financiën. 50+, verworpen. Dan gaan we naar 26. Wacht even. De heer, we gaan verder. De heer Wassenberg. Voorzitter, bij motie. Even harder praten. Ik zet hem op stand 4. Bij motie nummer 25 heeft u de Partij voor Dieren niet genoemd, maar we hebben wel voorgestemd. Dan zal deze opmerking in de handelingen worden opgenomen. Dan gaan we naar 26. Van Rooyen van Brenk over verhogen van het wettelijk minimumloon met 3%. Wie is voor deze motie? SP. GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50+. GroenLinks niet. Verworpen. Dan gaan we naar de laatste motie, 29. Stoffer Nijboer over voorwaardig meenemen van de gevolgen van ons handelen voor ontwikkelingslanden. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50+, D66, SGP, CDA, ChristenUnie, Forum voor Democratie. Aangenomen. Dan gaan we terug naar agendapunt 18.